Don't walk away from me. Don't walk away from me. Ja, ook het dakje zit erop, laat me zeggen. Ja, ook die zit erop. Het hoekje hebben ze nog niet omgedaan, maar daar staan geloof ik ook niet van dat soort palen. De winkel aan deze kant. Zodat men er niet overheen kan klimmen. Maar ja, hoe kan je er overheen klimmen met zulke planken, hè? Zo dan, hebben jullie dat weer besteld? Mijn genade. Het is niet leuk meer. Nee, het rommelt ook al even. Maar dat mag van mij wegblijven, het laatste. En dit is goed voor de aardbeidjes, mijn vlinderstruik, en die struik die daar staat, lavendel. Enkel ja, ook het smerige rot onkruid komt weer naar boven. Ja, en dat is weer niet fijn. Hè? Ja, ook het dakje zit erop, laat me zeggen. Ja, ook die zit erop. Het hoekje hebben ze nog niet omgedaan, maar daar staan geloof ik ook niet van dat soort palen. De winkel aan deze kant. Zodat men er niet overheen kan klimmen. Maar ja, hoe kan je er overheen klimmen met zulke planken, hè? Dan gaat het er niet worden. Maar in ieder geval, dat hebben ze ook weer gedaan, maar ze zijn achter nog steeds ook niet bezig, nee. Maar in ieder geval, wij gaan weer richting huis. En trouwens, wens jullie natuurlijk als eerste een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag. En de hoeveelste, ja dat weet ik ook niet. Even naar mezelf. Het is de 18e. En het is maandag en allemaal in 2023 en het is september. Ook dat nog, ja, echt waar. Dus ja, en Willy die zal er allemaal wezen, denk ik zomaar. En de meisjes die staan hier, om de rollator heen gekoppeld. Dus ja, ze kennen geen kant op. Ik heb mijn rollator met één hand vast, dus het komt helemaal goed. Ja, dus ik zou zeggen, we gaan verder genieten. Ondanks dat het bij mij zelf nog niet echt helemaal gaat. Ook vannacht onweer gehad hier in Den Helder. Het ging tekeer tot en met. Het hele mikmakje was gelijk wakker. En ook niet meer kunnen slapen daardoor. En dan val je later weer in slaap. En er komt een hondje aan. Dus ik ga sluiten. Tot later. Ja, hoe lief hè. Hoe lief. En bovenop het bak ligt er nog eentje heel lief te koetsen, lekker in het zonnetje. En er is er eentje net weer binnen, die vindt het ook maar niks buiten. Toch, het is niet koud. Nee, het zonnetje schijnt, zoals jullie op de vloer ook kunnen zien. Maar ik heb het zonnescherm niet naar beneden, want nee, dan waait hij kapot, want het waait nogal behoorlijk stevig. En ik kreeg net een alarm. Van het weer binnen, dat vanwege de storm, nou ja, vroeger kregen we nooit geen berichten daarvan binnen. We werden ook niet gewaarschuwd. We wisten gewoon als het stormde, ja kijk dan even uit voor je eigen, hè, voor jezelf, ja. Dat je geen dakpan op je hoofd krijgt of weet ik veel wat. Of takken, vallende takken naar de bomen. Hé, Gandalfie. Gandalfie. Nou ja, en Willy wil wel eens natuurlijk ook weer, die is boven bezig, ja. Dus we hebben al een bakje koffie gehad. Dus ja, lekker. En voor de rest, ja, er komt vanaf zee weer een donkere lucht aan, zie ik. Ja, dus we merken het wel of er nog wat uitvalt, ja of nee. Ja,
En momenteel is mijn hoofdpijn wat over. Enkel ik moet niet tegen die scherpe lucht aan kijken, want dan krijg ik het weer. Maar in ieder geval, ik ga eventjes mijn telefoon erbij pakken, want die gaat ook de keer, die, het geluid staat nog aan. En dan probeer... Oh, mijn plantjes, potverdikke. Die gaat er toch niet op staan, gek. Achterlijke meloot. Ga bovenop de bakje staan. Nee, helemaal. Idioot. Kanonnen. Mag je niet, hè? Is het stout voor jou? Ga toch niet op mijn stekjes lopen? Nee, mag je niet? Nee. Nee. Ik vind dat niet lief en niet kunnen. Dan ga je gewoon zo naar boven, hoor. Ga je maar even eten en dan ga je slapen. Ja, maar je gaat niet op mijn stekjes lopen. Je bent best wel lief, maar niet op mijn stekjes lopen. Wil ik niet hebben. Hé. Hey. Dat gaan we niet doen. Je dokus kwast. Wat moet je nou? Wat moet je nou? Ja? Wat wil je? Ja, en die achter me ligt, die gaat ook geen centimeter aan de kant. Nee, die blijft liggen waar die ligt. Of waar zij ligt. Hé? Wat ga jij nou doen naar boven? Nou, kom dan maar. Kom maar. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom. Ja. Doei. Zo. Weg is weg. Gelijk mijn telefoon even pakken. Ja. Even kijken. Noord-Holland. Ja. S'morgen pas hoor. Het waait nou ook al knap aan. Maar morgen zware windstoten, noem ze zwaar, van 75 tot 90 km per uur. Nou, daar blijf ik bij wijze van spreken niet voor thuis hoor. Nee, daar ga ik gewoon doorheen. Zolang het maar niet regent en hagelt en sneeuwt en onweert, dan vind ik al het best. Maar het is ook niet koud, het is 21 graden nu vandaag, ja. Dus. Maar oké, okay, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet verder van alles en tot. Later. Ja, lieve vrienden. Willy is al lang en lang alweer naar huis toe. Die is al thuis. En daar ligt mijn kleine meid. Nou, de grote, die zagen jullie al. Die zal op de rug gaan leggen. Hoe leggen de marwaars? Nou, op die manier dus. Maar ja, ook regent het iedere keer. Het is even droog geweest. Maar ik zie weer op de schuttingsdeur weer donkere plekjes komen. Ik heb wel de deur eventjes een stukje open, want het werd benauwd in huis. En dan moet er even frisse lucht in gepompt worden. Ik moest de bakken hier gaan veranderen, want meneer Kamphof ging in die grote bak staan met die kleine stekjes. Nou, dat wil ik niet hebben. Is die helemaal belazerd. Maar ja, meneer is nou boven. Ik ga een bakje koffie klaarmaken. Ja, ook dat moet gebeuren. Een bakje koffie. Daar heb ik gewoon zin in. Dus we zetten die aan. We pakken de pot met koffie. Ja, echt waar. Hup, hup. Neem de boel koffie. Ja, ik kan het nou niet. Of wel. Terug. Ja, het is bagger weer. Echt niks aan. Ik vind het, ja. Geef mij maar de zon. Ik ben een zonnemens. Ja, ik ben in de zomer geboren. Wat wil je nou?
Ja. Voor mij hoeft dat allemaal niet. Laat het 's nachts regenen. Laat het 's nachts sneeuwen. Laat het 's nachts stormen. En laat het 's nachts weet ik veel wat voor weer het ook mag wezen. En dan overdag zonneschijn. Met fatsoenlijke temperaturen. Ja, daar staat 21, maar of dat inderdaad nog klopt, Joost mag het weten. Ik weet het niet. Ik zie het niet eens door de camera heen. Ja, en hier ook zegt hij dat ook 21. Ja, dus ja, dat dus. En mijn telefoon ligt aan de oplader, dus dat komt wel weer goed. En ik ga lekker een bakje koffie doen en ik ga aan het werk. Ja, ook dat moet weer geschieden, dus komt allemaal goed. Lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag en ik zou zeggen tot later. Zo dan, hebben jullie dat weer besteld? Mijn genade. Het is niet leuk meer. Nee, het rommelt ook al even. Maar dat mag van mij wegblijven, het laatste. En dit is goed voor de aardbeidjes en mijn vlinderstruik en die struik die daar staat, lavendel. En ja, ook het smerige rot onkruid komt weer naar boven. Ja, en dat is weer niet fijn. En het is gewoon donker, hè? Ja, het is gewoon donker. Maar ik ga niet het licht al aan doen, nee. Mijn bureaulampje staat aan en dat vind ik nog wel even genoeg. Ja, zolang ik nog alles kan zien. Ja, toch? Ja, echt waar. Ja. Zoep. Die heeft ook een elektrisch geval. Wil je het toch niet hebben? Er zijn dingen die in brand kunnen vliegen. Ik hoop dat het niet gebeurt wanneer er een andere auto ernaast staat. Nee. Maar wat een weer. Nou, er is ook hagel voorspeld voor morgen. Dus ja. Ik ben blij dat mijn beestjes allemaal binnen zijn. Ja, echt waar. De een is boven en de ander ligt op de bank en waar de kleine meid ligt in de mand. Zie wat bewegen. Hé, kind. Hi. Wat een regen, hè. Kunnen we niet eens niet lopen? Nee. Het spoelt. Dan zal ik toch ook sowieso wat aan mijn voeten moeten doen in mijn laarzen, want ik ga zo niet naar buiten. Nee. Ik heb wel een regenpak, maar dan worden jullie ook nog nat. Ja, jullie hebben geen regenpak. Ja, jij wel, maar Elwin niet. Nee. Ah, oh, het gaat echt een keer, mensen. Oh. Zou de lantaarntjes het vanavond wel gaan doen? Kanonnen. Erg hoor. Ja, en je ziet ook de regen wat in de plassen komt, dat danst. De druppeltjes, hè. Er komen druppeltjes in de plassen en dat houdt in dat je nog meer regen gaat krijgen dan dat je nu hebt. Ja, dus we zijn er nog niet van af. Ik zal eventjes ook mijn, hoe heet dat, jullie omdraaien. En even de mobiel erbij pakken. Eventjes koekeloeren wat die te zeggen heeft. Ja. En dan pak ik er twee. Ik heb een betaalde die ik betaal. En ik, dat is maar één nog wat per maand hoor. Maak jullie maar geen zorgen. Dat is wat nou bezig is. Die grote, hoge, lange piek. Ja, die is nou bezig. En dan wordt het even droog. En dan krijgen we na 6 uur weer. Dus het is nou nog afwachten en wat de andere zegt. Ja, nou kijk. Dat ziet er weer heel anders uit, hè? Tjonge, nog gaan doen. 16:55. Dat leven
16:55? Nee. Het is nu 17:12. Oké. Okay. Nee, we wachten gewoon wel af hoor. Ja. En dus, maar oké. Okay. Lieve vrienden, ik ben ook daarmee bezig om met een vlog te beginnen. Maar ja, ik ben eerst met een tekst bezig en dan ging het een en het ander fout. Ja. Mijn eigen schuld, dus dan moet ik dat allemaal weer op een andere manier zien te versieren, hoe ik dat voor elkaar weet te krijgen, om het slagschaduw te geven. En dan zien we wel weer verder. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Het is nog steeds namiddag. Ja, ja, geniet ervan. Ja, neem een bakje koffie, een bakje thee of wat anders te drinken, maakt niet uit. En ik denk dat Sky zijn toevlucht heeft gezocht bij Patrick, want die slaapt eventjes een paar dagen hier. Want ja, anders komt het allemaal niet goed met die twee, vooral met Sky niet. Dus ja, Sky die heeft hulp nodig. Hij moet een dak boven zijn hoofd hebben. En dat kan niet bij Patrick, want dan komt Patrick in gevaar met uitkeringen, etc. Wij vragen met spoed een klein huisje waar ook een hond in mag. En het bedrag wat hij kan betalen, dat is €700. Dus ja, en het liefst bij Den Helder in de omgeving. Dus degene die dit mag horen, ja, kom maar. Meld je maar aan als je wat over hebt. Of je nou een huizenmelker bent die huizen verhuurt. Helemaal top. Het moet wel al in wezen, dus gas, water, licht, etc. Voor die €700, want ja, hij het ook niet meer. En zijn hondje moet mee kunnen. Ja, hij heeft een lieve hond. Tenminste, voor hem is die lief, voor jou is die niet lief. Nee, voor mij is die ook lief hoor, maar niet voor mijn meisjes. Nee, ik doe dat niet bij elkaar, nee. Dat kan ik niet doen. Het wordt wel weer wat lichter. Dat kunnen jullie ook aan mij zo zien. Maar het spoelt. Het is gewoon wit van de regen. Echt. Niet normaal. Echt bizar. Jeetje Maria. Maar oké, okay, ja, een oproep voor onze Sky. En ja, hij moet gewoon een dakje boven zijn hoofd. Want ze zijn nog niet toe. Ze hebben wel een relatie, maar ze zijn er nog niet aan toe om bij elkaar te gaan wonen of wat dan ook. Dat moet nog. Ja, dat moet groeien, weet je. Je gaat ook niet, als jij een relatie krijgt, gelijk bij elkaar inwonen. Nee, dat doe je niet. Zo. Het werd gelijk een stuk minder. Ha! Het is gelijk een stuk minder. Jongens, nog aan toe. Komt erbij. En dan gaat het straks weer een stukje omhoog. En dan weer naar beneden. Bizar, bizar, bizar. Ja. Maar in ieder geval, ja. Of een appartementje waar in ieder geval wel een hond mag. We zoeken een fatsoenlijk iets wat niet te duur is. Waar een hond mag, het is geen klein hondje, het is wel een grote. Ongeveer de grootte van Elwing. Ja, dus ja. Maar ja, of een kamer. Als jij geen dieren hebt, maar je houdt wel van dieren. Maar je kan zo zelf niet voor zorgen dat je wat mankeert of wat dan ook. Is dit toch een goede oplossing als je een kamer over hebt? Ja, dan heb je gelijk een tuinman erbij en een klusjesman erbij. Ja, hij wil wel wat voor je doen hoor, echt wel. Dat doet hij voor mij ook. Ja, hij gaat met de tuin bezig. En na de feestdagen hebben we besloten, gaan we met de vloer bezig. Dus het gaat allemaal wel naar boven, want mijn kerstboom moet er staan. Nou, we krijgen eerst zometeen Halloween. Nou, dan moet ik dat boel ook weer voor elkaar zien te krijgen. En dan heet het Sint Maarten er nog achter. Nou, dat ja. Oh nee, ja, dat krijgen we oktober eerst. Ja, eerst Halloween, Sint Maarten, Sinterklaas, kerst. Oud en nieuw. Nou, dan wil ik niet in de troep zitten om
die vloer te doen. Nee, dus het gaat allemaal naar boven, wordt bovenop geslagen. En het gaat onder het logeerbed allemaal. En het logeerbed is breder dan de bank qua diepte. Dus ja, stapel maar op. Weet je, wat er niet onder past, nou ja, dat zetten we dan weer eventjes op zolder erbij, weet ik veel. Dan doen we de wenteltrap naar beneden en vele handen maken licht werk, zeg ik dan. Dus ja, dat dus allemaal, lieve vrienden. En voor nu zeg ik gewoon geniet ze en ik ga verder. Ja, we zijn weer thuis, want ik heb de meisjes uitgelaten. Ja, en daarom zijn we nu weer gewoon lekker thuis. Ik ben eigenlijk wel een beetje bezweet, maar het valt wel mee. Ik had mijn regenpak aan en maar wat heb ik op mijn hoofd gehad? Twee keer niks. Ja, mijn capuchon. Maar verder, ja, een heel klein beetje regenbuitje. Een klein pietje. Het was amper wat. Dus ik had hem net zo goed uit kunnen laten. Maar ja, als je alles van tevoren weet, is rijk worden geen kunst. En op buialarm stond toch ook een paar pieken. Ja. Dat ik denk, ik doe mijn regenpak maar aan. Maar ja, het was niet nodig geweest. Maar helaas, pindakaas, ik had hem wel aan. Maar ja, maakt niet uit verder. Ik ga lekker aan mijn eten beginnen. Ik ga een uitje schoonmaken. Die ga ik bakken met spekjes erbij. Tuinboontjes erdoorheen. Lekker. Ja. En ik heb de televisie ook al aan. Enkel die moet ik nog even naar een andere zender gooien. En dan straks om 8:00 GTST. En ik ben met een vlog bezig. Ik heb de intro al klaar. Het is nou de rest er nog aanplakken. En voilà. Ja. Komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ga zo met de meisjes lopen. Patrick en Sky zijn even met z'n tweetjes geweest. Maar Sky die komt straks ook weer terug. Want die slaapt natuurlijk weer even hier. Ja, en het was hartstikke gezellig. We hebben met z'n allen televisie zitten te kijken naar een hele spannende, geweldige, goede film. Met een goede acteurs erin. Enkel, ja, één klein probleempje met mezelf. Ik begin te hoesten. Ja, hoe lang ik het volhoud om goed te blijven, weet ik niet. Ik voel me nog wel goed, ik heb mijn keel, het is net scheurpapier. Ik hoop dat het over mag gaan. Ja, en ik ga morgen gewoon proberen om daar wat voor te krijgen bij de deodorogist. Ja, je bent nou weer ietsje pietje voor, hè? Niet veel. Want daar heeft hij 0:59 en hij slaat al... 1:00. Ja, het is zometeen daar ook 1:00 op. Maar in ieder geval, ja, het is net schuurpapier, het doet zeer. Ik kreeg eerst een hoestbui, omdat ik me verslikte. En nou ja, na die tijd, ik doe niks anders, hoest iedere keer en last van die keel. Ik zit aan de water, dus ja, morgen maar eventjes ook... Waar is dat nou? Oh jeetje, gember halen, verse gember. Moet ik me weer aan de thee met gember, want ja, het is ook, hoe heet het? Ik vergeet het momenteel allemaal. Jeetje, wat heb ik vandaag? Vanavond zei ik dat nog. Antibiotica, het is tevens een antibiotica gember. Dus ja, dat gaan we gewoon weer halen en ik ga even spullen halen bij de drogist. Dat komt helemaal goed. En dan hoop ik dat het allemaal mag baten. En dat ik snel weer op de been mag komen. En dan zien we het wel weer. Ja, toch? Maar in ieder geval, ik ga even met meisjes lopen. En wens jullie gelijk nu natuurlijk welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer allemaal gezond uit je bed zien te komen. En ik zeg, God die houdt gewoon over ons allemaal de wacht. Dat weet ik gewoon, want dat voel ik gewoon. En daarom zeg ik ook graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot later dan.